graag uw aandacht voor Verloop van een ziekte. Een luisterspel van Klas Evert Everwin, uit het Duits vertaald door Karel Ruysink. In de hoofdrollen Mark Leemans en Janine Schevernels. Regie Herman Niels. Wel, hoe staat het vandaag met het ziektebeeld? Ik hoop dat er toch enige beterschap ingetreden is, meneer Panske. Of niet soms? Eerlijk gezegd, nee. Het is nog altijd hetzelfde. Die blaasjes, zoals u ze noemt, gaan weg en komen op een andere plaats terug. En ze jeuken ontzettend, dokter. Ik kan bijna niet meer slapen. Maar ik heb u vorige keer toch een medicijn meegegeven? Heeft dat dan niet geholpen? Eigenlijk niet, nee. Ik weet ook niet waaraan het ligt. Uw voeding, meneer Panske. Aan uw voeding moet het liggen. Ik eet toch helemaal niks buitengewoons, dokter? Dat doet er niet toe. Van vandaag af moet u een voedingsdagboek houden. U schrijft alles op wat u eet. Alles. En u schrijft ook op wanneer zich een nieuw blaasje ontwikkeld heeft of wanneer er een of andere verandering optreedt. En neemt u eens een ander preparaat. Ik geef er u een uit mijn medicijnkastje. Ziezo, dit neemt u 3 keer per dag. 1 tablet na elke maaltijd. Goed, dank u. Ik hoop maar dat het eindelijk helpt. Het duurt al zo lang, dokter. Eerst waren het die bobbeltjes. Mijn hele lijf vol rode bobbeltjes. Ja, maar die hebben we toch in een mum van tijd weggekregen. 1 keer antihistamine en ze waren weg. Dat wel, maar kort daarop kwamen die blaasjes. Die zijn bijna nog erger. Ik vraag me af waar het eigenlijk vandaan komt. Tja, een allergie is nu eenmaal een verrassende ziekte. Eigenlijk geen ziekte, maar een overgevoeligheid. En die kan aangeboren of verworven, of zelfs kunstmatig verwekt zijn. En bij u moet dit laatste het geval zijn. En dat is ook het gevaarlijkst. Het kan soms tot een levensgevaarlijke shock leiden. Maar u hoeft helemaal niet bang te zijn, meneer Panske. We moeten alleen een beetje geduld hebben. Hoe dan ook, wij worden die allergie van u wel de baas. U kunt volkomen op mijn vertrouwen. Soms denk ik wel eens dat ik het niet langer meer kan uithouden. Ach, kom. Maakt u er maar geen drama van. Zo'n wereldschokkend ding is een allergie nu ook niet. Hoe onaangenaam ze dan ook mag zijn. God weet dat er ergere dingen bestaan. Zo, meneer Panske, hier is het preparaat. En denkt u aan het voedingsboek. Volgende week zien we elkaar weer. Hebt u trouwens uw nieuwe ziekenbriefje al? Ja, de zuster heeft het mij... Goed dan. Tot ziens, meneer Panske. Tot ziens. Nog een? Nee, Trude. Je weet toch hoe voorzichtig ik moet zijn? Alles wat ik eet kan immers een stof zitten die de allergie opwekt. Zelfs in meel kan die zitten. In vis, in aardbeien, in vet. Gewoon overal. En dan wordt het je duidelijk hoe moeilijk het is die ziekte te genezen. Ik moet trouwens van vandaag af een voedingsboek bijhouden. Dat wil zeggen alles opschrijven wat ik eet. En zou dat helpen? Enfin, ik weet het ja, niet. Ja, god, de dokter slaat er ook maar naar als een blinde naar een ei. Dat heb ik al een hele tijd door. Maar we moeten alles proberen. Maar aan het eten kan het toch helemaal niet liggen. Je eet toch al jaren niets anders dan wat ik je voorzet. En aan de samenstelling is toch nauwelijks wat veranderd? Nauwelijks? Dat zeg je, misschien is er toch wat veranderd, Ach, nu ja. Als jij denkt dat het wat helpt, vooruit dan maar. Schrijf het dan maar op. We zullen dan maar meteen dadelijk beginnen, hè? Geef me eens het notitieblok daar op de kast, wil je? Ja. Hier. Oh, dank je. Zo. Wat was het vanavond? Boterhammen in elk geval. Thee met melk en suiker. Moet dat er ook op? Ja. Alles heeft hij gezegd. Goed dan, dan maar alles. Als het maar helpt. Voor mijn part duurt het al een beetje te lang. Dus, thee met melk en suiker. Boterhammen. Boterhammen. En dan? Wat was het dan? Augurken. Eén augurk. Ja.
Leverworst? Leverworst. Geitenkaas. En geitenkaas. Is er wat, Harald? Nee, nee. Ik loop maar even naar de badkamer. Wat was er dan? Ik weet het niet zo precies. Ik voel mij zo raar. Hoezo? Mijn gezicht. Ergens is er iets niet in orde, Trude. Ik bedoel, het werd opeens dikker. Dikker? Uh-huh. Waar? Hier, beneden aan mijn kin. Er is daar toch niets te zien? Heb je in de badkamer in de spiegel gekeken? Dat heb ik, ja. En? Niks. Nu dan. Je bent nerveus, Harald. Ja, dat is mogelijk, maar ik word duidelijk gewaar hoe het opzwelt. Maar ik merk niets. Absoluut niets. Misschien vergis je je. Met al die medicijnen die je moet slikken, is dat eigenlijk ook geen wonder. Ja, misschien heb je wel gelijk. Allicht. Denk toch eens na, Harald. Wat die afschuwelijke dingen toch allemaal teweeg brengen in je lichaam. Dat wordt tenslotte een echte janboel. En op de een of andere manier komt het dan naar buiten. Ach, kom, leg je neer en slaap. Hoe laat is het nu? Bijna middernacht. Dan wordt het wel tijd voor ons. Morgen moeten we er vroeg uit. Goeienacht dan. Goeienacht. Wat is er nu weer? Slaap maar verder, Trude. Hoor eens, hoe kan ik nu verder slapen als jij het licht aanknipt en hier omdraaft? Is het erger geworden? Nu is de zwelling te zien. Hier, kijk maar eens. Oh, je onderlip is ook helemaal dik. Ik heb het gevoel of de zwelling altijd verder kruipt. Begrijp je wel? Nu voel ik ze aan deze kant, aan het andere eind van mijn lip. Trude, ik ben echt bang. Weet je wat hij vandaag gezegd heeft, de dokter? Zoiets kan levensgevaarlijk worden. Oh, wat wil je dan doen? Hoe laat is het nu? 1:00. Ik moet dokter Habidan opbellen. Waar is hier een telefooncel in de buurt? Maar weet je toch, in de Friedrichstraat, juist bij de hoek. Ik moet hem opbellen. Hij kan me tenminste zeggen wat ik moet doen. Ik moet toch iets doen? De drommel weet wat er in mijn lijf gaande is. Ik geloof dat het al in mijn bovenlip kruipt. Oh, zal ik meegaan? Nee. Die telefooncel zal ik zelf wel vinden. En als ik wat lang weg blijf, dan betekent dat ik naar zijn huis gereden ben. Huh? 5, 8, 2, 2, 5, 2, 5. Met Panske hier. Neemt u mij niet kwalijk, dokter, maar er is iets veranderd. Veranderd? Wat is er dan veranderd? Mijn gezicht is helemaal dik geworden. Gezwollen. Ik versta u niet. Kunt u niet wat duidelijker spreken? Het is tenslotte bijna 1:00, nietwaar? Gewoonlijk slapen wij dokters dan ook. Wat is er dan zo ontzettend belangrijk? Mijn gezicht wordt dik, dokter. Uw gezicht? Ja, maar ik begrijp niet dat... Hoe komt het dat je gezicht opeens... Ja, ik weet het ook niet.
Het wordt ik, zegt hij. Ja. Ik kan onmogelijk bij u naar huis komen. Onmogelijk, meneer Bakker. Maar ik wil graag naar u toe komen, dokter. Ik ben bang. Kom, raak nou maar niet in paniek, waarde heer Banske. Zo erg zal het wel niet zijn. Ik wil graag een taxi nemen om naar u toe te komen. Ja, dat zal weinig zin hebben. Hoe kan ik u helpen? De hemel weet wat er met uw gezicht gaande is. Misschien moet er gesneden worden en dat kan ik onmogelijk doen. Dat moet u toch begrijpen, meneer Banske. Wat zei u daar? Gesneden? Ja, dat kan best een stuwing zijn. Weet ik veel. Bij een stuwing moet eenmaal soms gesneden worden. Maar wat moet ik dan in hemelsnaam doen? Is er een ziekenhuis in uw buurt? Ik geloof het wel, ja. Wel, kijk, gaat u daar naartoe. Er is daar zeker een post voor eerste hulp bij ongevallen. Heel zeker. En daar zullen ze u het best kunnen helpen. Als dat uw mening is, dan loop ik meteen naar de eerste hulppost. Maar een ongeval is het niet. Lieve deugd, meneer Panske, maakt u het ons toch niet zo moeilijk. Loop er naartoe. En kom morgen in de loop van de dag naar mijn spreekuur. Goed. Dank u. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u gestoord heb, dokter? Geen dank. Daar zijn we immers voor. Dus, nou, goeiedag. Wel? Goedenavond. Een dokter stuurt mij hierheen. Ik moest naar een eerste hulppost, zei hij. Wat mankeert u dan? Hier, kijkt u maar. Mijn gezicht. Man, hoe ziet u eruit? Maar u bent hier aan het verkeerde adres. U moet naar de tandheelkunde. Een tandheelkliniek? Hoezo? Wel, bekijk u zelf maar eens goed. Uw hele kaak is immers gezwollen. Toch heeft het niets met de tanden te maken. En waar heeft het dan naar uw mening wel mee te maken? Het is een allergie. Laat mij nu eindelijk binnen. Ik moet naar de eerste hulppost. Ga dan voor mijn part. Ik zal het binnen laten. Goedenavond. En wat is er met u? Bent u de dokter? Nee, wilt u bij een dokter? Jazeker. Dan moet u wachten, de dokter is bezig. Wat is met u aan de hand? Mijn gezicht. Wat is er daarmee? Ziet u dat dan niet? Het is gezwollen. Vannacht begon het opeens dik te worden. Ik weet ook niet wat ermee is, daarom kom ik hier. Mijn dokter stuurt mij. Misschien moet er gesneden worden, zei hij. Hebt u pijn? Pijn, nee. Nee, pijn niet. Hartkloppingen heb ik. En ik heb het warm. Mag ik gaan zitten? Natuurlijk mag u gaan zitten. Uw hand, alstublieft. Ja. Uw pols slaat wat vlugger, maar niet zorgwekkend. Uw personalia, alstublieft. Naam? Harold Panske. Ik kan u niet verstaan, duidelijker alstublieft. Panske! Harald! U hoeft hier niet te brullen, daarbinnen ligt een zwaar gekwetste die heeft rust nodig. U moet alleen maar duidelijker spreken. Dus, Harald Panske. Geboren? 25-9-25. Goedenavond. Ik ben de dokter voor ongevallen. Wat is er met u? Mijn gezicht. Wat is er daarmee gebeurd? Ik weet het ook niet, dokter. Het is opeens dik geworden. Pijn? Nee. Goed. Even wachten. Hierover in de zijkamer is nog een patiënt die heeft wel pijn. Ja, maar hoe lang moet ik nog wachten, dokter? Ik zit hier nu al meer dan een uur. Ik zou toch eindelijk wel eens... U bent in behandeling, meneer? Ja. Bij wie? Bij dokter Habedan. Die heeft me naar hier gestuurd. Misschien moet er gesneden worden, zei hij. Gesneden? U hebt toch een allergie, nietwaar? Ja. U bent hier aan het verkeerde adres. Hier worden ongevallen behandeld, lichtgekwetsten. Hier worden beenderen gespalkt en verbonden.
en wonden genaaid. Zegt u dat tegen uw dokter? Ja, maar dokter... Deze zwelling zal wel weggaan, meneer. Morgen is ze weg. Ga naar huis en u gaat rustig slapen. En u denkt dat het niets ergs is? Dat wel, nee. Die man daarbinnen, die heeft pijn. Die zijn voet werd verpletterd door een machine. En om hem moet ik mij nu bekommeren. Dank u, dokter. Uw gegevens werden opgenomen? Ja. Brengt u dan een van de volgende dagen nog een attest binnen. Anders moeten wij u de rekening sturen. Vergeet dat niet. Als ik maar wist wat ik moest doen, Trude. Morgen is de zwelling verdwenen, zegt hij. Precies of het allemaal niks was. Maar kijk dat toch eens aan. Het wordt altijd maar erger. Oh, ja, Harald. Het ziet er vreselijk uit. Hoe voel je je? Oh, slecht. Ik weet het ook niet, maar slecht. En zo'n dokter stuurt mij doodgewoon weg omdat ik geen pijn heb. Stel je dat eens voor. En de andere zegt dat er gesneden moet worden. Wat is er nu eigenlijk waar? Als je dokter Habedan nog eens opbelt, hè? En hem vertelde wat ze je op de eerste hulppost gezegd hebben. Je moet in ieder geval iets doen. Het lijkt me te gevaarlijk. Oh, je kunt nooit weten wat er allemaal kan uit voortkomen. Ja, precies. Maar zo'n beenderdokter van de eerste hulppost weet natuurlijk niet wat hij daarmee moet aanvangen. Ja, goed, ik zal Habedan dan nog maar eens opbellen. Ja, doe dat, Harald. Dat wij ook geen telefoon hebben. Nu zie je maar weer eens hoe belangrijk zoiets kan zijn. We zullen morgen een aanvraag doen. Ach, goede morgen. Wie weet wat er morgen is. Zo, tot straks dan. Vijf. Acht. Nee. Twee. Vijf. Twee. Vijf. Hij neemt niet op. Oh. Wat moet ik nu doen? Ik weet het ook niet, Harald. Hij heeft een goede reden om niet op te nemen. Hij zal wellicht veronderstellen dat jij het bent. Hoe laat is het nu? Bijna 4 uur. Op dit uur vind ik geen andere dokter meer. Of zou ik nog eens naar die eerste hulppost gaan? In ieder geval naar het ziekenhuis. Als de dokter voor ongevallen je niet wil helpen, dan is daar misschien wel een andere die er wat verstand van heeft. Er moet toch een dokter zijn die er kan voor zorgen dat zo'n zwelling weggaat of dat ze tenminste behandeld wordt. Oh, ik geloof dat het nog erger geworden is. Ja, de zwelling zit nu al in mijn bovenlip. Als het nu tenminste nog dag was, s'nachts is alles nog veel erger. Er zijn daar zo weinig mensen. Oh, ja. S'nachts is er niet eens een dokter. Kom, we gaan naar het ziekenhuis. We gaan nog maar eens naar de eerste hulppost. Er zit niets anders op. Nee. Je hoeft niet mee te gaan, Trude. Probeer jij nog een beetje te slapen. Als ik om 8 uur niet terug ben, kom dan naar het ziekenhuis. Hè? Als er iets is, breng dan de portier op de hoogte. Ja. De moed niet opgeven, Harald. Bent u daar weer? Hoe ziet u er nu uit? Komt u gauw binnen. Kom. Gaat u hier zitten. Ik roep de dokteres. Dokteres? Ja, de nachtdokteres. Is die dokter van daarnet dan hier niet meer? Ze lossen 's nachts elkaar af. Ziezo. Een moment, alstublieft. Ik ga roepen. Dokteres.
God. God, wat ziet u eruit? Wat is er met u? Een allergie. Hoe dikwijls moet ik het nog uitleggen? Ik ben doodop. Een allergie? Maar wat moet ik dan? Enfin, komt u maar mee. Gaat u zitten, alsjeblieft. Zo. En zeg me nu eens in alle kalmte waardoor ze ontstaan is, die allergie. U begrijpt dat ik eerst even wat informatie moet krijgen. Maar ik weet het immers ook niet. Niemand weet het. U weet het niet. Maar hoe moet ik u dan helpen? Wij moeten het weten. Ik hoop dat u tenminste in geneeskundige behandeling bent. Ja. Dat is alvast iets. En wat heeft uw dokter er tegen gedaan? Inspuitingen. En medicijnen. Aha. En weet u ook welke inspuitingen hij gegeven heeft? De laatste keer was het calcium. Mooi. Ik zal u nu ook een injectie met calcium klaarmaken. En daarna zullen we verder zien. Het is namelijk allemaal niet zo eenvoudig. Midden in je beste slaap. En dan een geval van allergie. Als dokteres voor ongevallen ben je daar niet zo op voorbereid. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, begrijp ik best. Een geval van allergie. Wat weet men daar eigenlijk van? Ieder geval is anders. Was het altijd al zoals nu? Hebt u deze zwelling al lang? Nee, sinds vannacht. En wat was het daarvoor? Pukkels, bobbels en blaasjes en het jeukte. Aha. Dit hier jeukt niet. Doet het pijn? Nee. En genadig vindt u ook niet. Kom, uw arm alsjeblieft. Ik geef u nu een injectie met calcium. En daarna zullen we een poosje wachten en zien of de zwelling weggaat of niet. Gaat ze niet weg? Dan moeten we u misschien opnemen. Opnemen? Ja, u in het ziekenhuis houden voor observatie. Zo, uw arm. Ziezo, dat was het. Blijft u rustig hier zitten. Ik kom zo terug. Er werd een nieuwe patiënt binnengebracht. Hebt u er iets op tegen dat ik u zo lang in een andere kamer breng? Nee. Kom, komt u dan maar mee. Zo, hier kunt u voorlopig blijven. Een onbezette ziekenkamer. Als u wilt kunt u op de stoel gaan zitten of wel op het bed gaan liggen. Slaapt u een beetje. U doet maar wat u verkiest. Het is nu 4:15. Laten we zeggen over een uur kom ik weer naar u kijken. Afgesproken. Ja. Dus tot straks. Hè. Maar hier... Ja, is er nog wat? Zo alleen. Het is zo donker. U wilt toch zeker geen krant lezen? Noodverlichting. Doe uw ogen maar dicht. Kan er... niets gebeuren met mij. Ik versta u niet. Of er niets met mij kan gebeuren. Ik geloof dat wij volkomen gerust kunnen zijn. Mocht er toch iets gebeuren, kom dan naar de eerste hulppost. Over een uur zal ik daar wel zijn. Maar nu moet ik gaan. Nou.
Hallo, zuster. Waarom wacht u niet? Maar wat is het dan? Hoe komt u hier eigenlijk? Eerste hulppost. Dokteres. Moest een paar wachten. 2 uur geleden. 2 uur geleden? Ja. Dat kan ik moeilijk geloven. Welke dokteres was het? Niet nachtdienst. Oh, zo'n nachtdienst. Dan is die nu voorzeker al naar huis. Om 7 uur wordt de dienst afgelost. Kijk maar eens aan. Wat moet ik nu doen? Niemand bekommert zich om mij. Ontzettend. Wacht u even. Ik heb al lang genoeg gewacht. De hele nacht wacht ik al tot er een dokter komt en mij helpt. Een ziekenhuis vol dokters. Nemen en kwamen er bij mij. Geven bij de heen, mijn geholpen. Blijf toch kalm, meneer. Ik kan niet meer. Ik ga weg. Maar wacht dan toch. Ik haal een dokter. Dan maar niet. Ik stond net klaar om weg te gaan, Harald. Wat is er nu? Ik moet direct naar Hapten. Ik breng je met de wagen naartoe. Moet jij dan niet naar je werk? Laat dat maar aan mij over. Nu moet jij eerst naar een dokter die je kan helpen. Habedan heeft je in alle geval tot nu toe altijd geholpen. Eigenlijk wel. Kom, we gaan. Voor het spreekuur is het nog te vroeg. Daar kunnen wij ons nu niet om bekommeren. Weet je wel hoe je eruit ziet om bang van te zijn? Dat was vreselijk. Warm. Kom. Warm en heet. Het is de hoogste tijd, Harald. Kom. Hallo. Panske hier. Ik ben hier met mijn man. Hij is bij de dokter in behandeling. Maar het is nog te vroeg voor het spreekuur. Het is dringend. Hebt u een afspraak? Nee, maar het is wel dringend. Kom, Harald. Kom. Ja, ja. Goedemorgen. Volgt u maar. De dokter komt zo, wacht u hier alsjeblieft. God, wat ziet u eruit? Ziet u nu hoe dringend het is? De dokter komt immers meteen. Zie je nu wel? Het gaat allemaal. Ik had onmiddellijk moeten meegaan. Wel, waar brandt het? Goedemorgen, mevrouw Panske. Goedemorgen, dokter. Goedemorgen, meneer. Wat is er met u aan de hand? Man, wat ziet u eruit? Waarom ging u niet naar het ziekenhuis? Zoals ik u gezegd heb. Ik kan nog met moeite spreken, dokter. Ziet u dat dan niet? Natuurlijk is hij naar het ziekenhuis geweest. Hij heeft er de hele nacht doorgebracht. Zo kan het niet verder met u. Ik ben het grondig moe. U houdt zich niet aan mijn voorschriften. Dan moet het wel op zoiets uitlopen. Maar hij heeft toch alles gedaan wat u gezegd hebt? Ja, dat merk ik. Dat merk ik. Kijkt u hem maar eens aan, hoe hij eruit ziet. De dokter kan praten zoveel hij maar wil. De patiënten bekommeren er zich geen steek om. Zij weten alles beter. Oh, maar dokter. Nee, oh nee, mevrouwtje, nee, dat neem ik niet langer. Gaat u maar direct naar een dermatoloog. Direct. Ja. Goed dan. Gaat u naar dokter Wirts, Kurfürstenstraße. Maar dat is helemaal aan het andere eind van de stad. Dan gaat u maar waar u wilt. Maar waarom wint u zich eigenlijk zo op? U hebt daar helemaal geen reden voor? Waarom hebt u hem niet al lang naar een huidspecialist gestuurd, die waarschijnlijk de geschikte man voor hem is? Waarom jaagt u hem naar een post voor eerste hulp bij ongevallen? Waarom zegt u niet onmiddellijk dat u met een allergisch geval geen blijf weet? Waarom hebt u tenminste niet de moed dat toe te geven? Daar houdt gewoon alles mee op, mevrouwtje. Uw woorden zijn zacht gezegd een onbeschaamdheid. Wie houdt zich hier sinds meer dan 5 weken bezig met uw man, die zich dan niet aan de voorschriften houdt? Wie laat zich s'nachts uit zijn slaap halen? Ik. En nu dit. Ondankbaarheid, noem ik zoiets. Nee, dank u. Ik heb er mijn bekomst van. Gaat u maar naar de dokter van uw keuze. Ik kan niets meer voor u doen. Dat hebt u immers van het begin af aan niet gekund. U had het moeten toegeven. Misschien had mijn man dan geholpen kunnen worden. Dat is hier nu duidelijk geworden. Ik geef u geen antwoord meer. Als u dus zo vriendelijk zou willen zijn. Attest. Wendt u zich tot mijn assistente voor uw attest. Zij zal het regelen. Ik heb geen tijd. Goedemorgen. Vroeger. Wat is er, Harald?
Ik voel me helemaal niet goed. Wat zeg je? Ik voel me niet goed. We zijn er meteen, Harald. Doe, vind je nu niet op, hè? Zo'n beklemming. Ik weet het ook niet. Waar rij je eigenlijk heen? In onze buurt is een huidspecialist. Dat is voor jou het meest praktisch. Ik weet het niet. Wat dan wel? Wij hebben het daar niet op beslist. Misschien beter. Ziekenhuis. Maar Harald! Ik krijg geen lucht meer. Oh, Harald! Mijn god! Harald toch! Bloedsomloop, mevrouw Panske. Een shock in de bloedsomloop. Oh. Dat kan in dit geval voorkomen, ja. Oh, god. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Hij had onmiddellijk op de juiste manier behandeld moeten worden. Maar hij is toch sinds vorige nacht bijna ononderbroken behandeld? Hij is onder dokterstoezicht geweest. Meer kunnen mensen als wij echt niet doen. Ja, ik zei op de juiste manier behandeld. Dat is ook voor een dokter niet zo eenvoudig als de leek het zich voorstelt. Hm, absoluut niet. Een allergie. Je kent daar alles tot in de details van. Hm? Daar kan deze of die behandeling, dit of dat medicijn voor geschikt zijn. De dokters die uw man behandeld hebben, hebben beslist alles gedaan wat zij konden. Maar ze hebben hem van hieruit doodgewoon naar huis gestuurd. En later hebben ze hem in een kamer gezet en vergeten. Mijn collega's hebben gedaan wat zij konden. Ten slotte bevond uw man zich op een post van eerste hulp bij ongevallen. Maar dokter Habbe dan had hem precies daarheen gestuurd. Aan welke voorschriften moet iemand zich dan houden? Hoe kan iemand weten wat juist en wat niet juist is? Hij heeft toch op de dokters vertrouwd? Hij is nu toch in de beste handen, mevrouw Panske. Hij heeft de juiste injecties gekregen. Er wordt hem zuurstof toegediend. Hm? Zullen wij het andere maar vergeten? Ook dokters zijn mensen. Ze maken net zo goed fouten als andere mensen. U geeft het tenminste zelf toe. Maar u hebt natuurlijk goed praten. U werd immers tot nog toe geen fout aangevreven. De anderen die fouten gemaakt hebben, die zouden het moeten zeggen. Die zouden het tenminste moeten zeggen. Ik ben in gebreken gebleven. Een woord van verontschuldiging. Maar nee. Als iemand ze over hun fouten aanspreekt, worden ze boos. Spreken ze van ondankbaarheid. Zelfs van onbeschaamdheid. Mevrouw Panske. Ik wacht dan maar hier, dokter. Hoe lang zou het nog duren? U gaat beter naar huis. Wij verwittigen u onmiddellijk, zo gauw er in de toestand van uw man iets verandert. Hebben wij uw telefoonnummer? Wij hebben geen telefoon. Oh, goed dan. Komt u tegen de middag nog eens langs. Of belt u op. Laat u zich verbinden met binnenpost 3. Dan roepen ze mij. Ja, dokter. Dank u. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw Paske. Met Panske hier. Binnenpost 3, alstublieft. Goed, ik verbind u. Binnenpost 3, zuster Renate. U spreekt met Panske. Ik wilde informeren naar mijn man. Hoe gaat het met hem? Mevrouw Panske? Ja. Een ogenblik, alstublieft. Ik roep de dokter. Ja. Goeiedag, mevrouw Panske. Goeiedag, dokter. Hoe gaat het met hem? Goed dat u opbelt. Kunt u alstublieft gauw langskomen? Is er wat gebeurd? Er zijn bepaalde verwikkelingen. Mijn god, is hij dood? Wel, nee, mevrouw Panske. Komt u alsjeblieft langs, ja? Ja, ik kom direct, dokter. Dokter? Dokter, ik wil de waarheid weten. Gaat u alsjeblieft toch zitten, mevrouw Panske. Ja, maar dokter... Als ik u verzoeken mag, mevrouw, laat u de moed nog niet zakken. U mag de hoop niet opgeven. Alsjeblieft, mevrouw Panske.
U hebt hem vermoord. Mevrouw, toch, ik smeek u. U hebt hem vermoord, u allemaal? Mijn team heeft alles geprobeerd. Alles. Aan ons ligt het niet. Dat kunt u van mij aannemen. Dokters, dokters, waarheen je ook maar kijkt, dokters. Alle om hem heen de hele nacht. En niemand heeft hem geholpen, niemand. Waarom, dokter? Waarom? Waarom moest hij sterven? Als er toch zoveel dokters bij hem waren. U vergeet mij smeltelijkerwijs gesproken, maar al te begrijpelijk, mevrouw Kalske. Maar hij is immers niet dood, uw man. Blijft u alsjeblieft hopen. Er is nog niets verloren, gelooft u mij. Ja, binnen. Dank u, collega. Mevrouw Panske. Mijn oprechte deelneming. Dat was Verloop van een ziekte. Een luisterspel van Klas Evert Everwin, uit het Duits vertaald door Karel Ruysink. U hoorde als Harold Panske, Mark Leemans, Trude Panske, Janine Schevernels. Verder werkten mee François Bernard, Jeff Burum, Hugo Prinsen, Diane de Gouy, Joris Collet, Robert van der Veken, Jo Krap en Hilde Sacré. Technische realisatie Gilbert de Schepper en Harry de Winde. Geluidsregie Luc Vierendeels, algemene regie Herman Niels. Dit was een productie van de dienst Drama.